Voorzitter, dank u wel. Ja, er is inderdaad al heel veel gezegd, met name door collega Temmink, de heer Tajmounti en de heer Mbarki. En GroenLinks natuurlijk. Dus dat maakt het altijd lastig om in herhaling te vallen. Maar ik wil in ieder geval beginnen met wat mij opvalt, is inderdaad een aantal simplificaties die hier worden toegepast. We spreken over een zeer complexe materie en dat wordt allemaal samengevat. In eerste instantie al als zijnde was het een Amsterdams probleem. Dat lijkt mij echt heel naïef. Niet alleen is het een nationaal probleem, het is een internationaal probleem. En ik denk dat we het ook op die manier moeten aanvliegen. Hoewel de gevolgen, zoals de heer Ernsting ook zei, ook op Amsterdamse schouders vallen. Meer agenten op straat en de vergelijking met de problemen met de kademuren. Ik vind het allemaal ernstige simplificaties. Het verbaast mensen altijd als ik het volgende deel. Maar ik ben een meisje van de straat, een meisje van de jaren 80. En ja, mensen geloven dat niet altijd. Maar het is zo. En als ik aan die tijd terugdenk, dan zie ik toch ook de situatie zoals die toen was. En volgens mij was die in de dagelijkse beleving in de stad vele malen erger, om het maar zo te zeggen, dan nu. We zien geen junks meer over straat lopen. Er is heel veel aan stadsherstel gedaan. De stad heeft een hele andere look en feel gekregen. Dat betekent dat de problemen die er toen ook waren en de basis die toen gelegd is voor criminele structuren zich verplaatst heeft. Het is niet zo dat er toen geen georganiseerde criminaliteit was. Er waren boeven en er werd ook gewoon, als je in de reguliers wat stond te drinken af en toe, vlogen de kogels je ook gewoon om de oren. U gaat maar, de laatste minuut in. Dank u wel. Maar waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat we dat vergeten en denken dat als we reageren op recente incidenten, dat we daarmee dus dit hele grote probleem gaan oplossen. Er is een basis, er is een oorsprong, er is een geschiedenis. En we zullen, en dat ben ik helemaal met de heer Mbarki eens, echt de tijd moeten nemen om dit goed te doorgronden. Waar ik me ook zorgen over maak, is dat op het moment dat met grote koppen vorige week in de Telegraaf wordt geroepen dat Amsterdam in de greep is van de georganiseerde misdaad, iedereen op die waan van die dag reageert. En later blijkt inderdaad uit een artikel van Follow the Money dat het misschien allemaal wel eens anders zit. En dat wij nu beleid gaan maken op basis van een rapport waar we ook nog vragen over kunnen stellen. Dus ik ben heel erg benieuwd of de burgemeester mij kan vertellen in hoeverre dit rapport bijdraagt aan de plannen die ons gepresenteerd gaan worden. Natuurlijk vindt ook Amsterdam Bijeen dat drugscriminaliteit aangepakt moet worden. En ook vindt Amsterdam Bijeen dat we daar ook een bredere discussie over bijvoorbeeld legalisatie van bepaalde substanties in toe moeten voegen. Maar zolang drugs deze criminaliteit zo'n ontwrichtend effect heeft, moeten we ons wel afvragen, baseren we dat op een rapport waar we nog onze vragen bij hebben? Baseren we dat op recente gebeurtenissen? Of zijn we met elkaar bereid om de moraliteit, want dat is een heel vervelend woord in de politiek, maar de moraliteit die we nodig hebben om deze problemen aan te pakken, ook met elkaar te benoemen. Dank u wel, voorzitter.